Jimmy, eerst even een vraagje vooraf. Hoe is het met Scott? Hij was vanmiddag toeschouwer, zag ik. Ja, hij was toeschouwer. Ja, het gaat goed met hem. De operatie is goed geslaagd. En hij moet even voor de check-up gaan donderdag. En dan hoort hij alles op vrijdag. Maar het gaat heel goed met hem. Dat is fijn te horen. Dan toch even naar de wedstrijd. Ik zag de eerste helft denk ik een Sevolde dat ze speelde om te winnen. En Alonga dat hier kwam om niet te verliezen. Ligt daar misschien de basis voor de overwinning? Ja, nou, de laatste weken hebben we ver onder ons niveau gespeeld. En ik heb voor die tijd dat Scott de problemen had, ik heb hem al twee, drie jaren gezien en er waren heel goede voetballers. Maar de laatste tijd is het is een stuk minder geworden. En het was heel belangrijk voor ons vandaag dat we die wedstrijd wonen. Het maakt niet uit hoe. We wonen natuurlijk met mooi voetbal, maar dat staat niet in. Maar we hebben genoeg voor alles en ik denk dat we verdiend gewonnen hadden. Vlak voor de wedstrijd moest je weer missen. Je koos voor Betroy voorin. Was wel een verrassende keuze. Ja, maar eerlijk gezegd, we hebben niet zoveel meer. De ene jongen die net terug is van een blessure. Een zware blessure, die spits die in de laatste paar minuten inkwam. En de rest hebben we niet veel voorin. Maar ik vond Bertram, mijn assistent, die kwam met die idee. En Scott die kende hem allemaal natuurlijk. En zei dat is misschien een goede keus. En het blijkt een heel goede keus te zijn. Maar de jongen heeft fantastisch gedaan. De tweede helft, ja, wat zullen we daarvan zeggen? Af en toe een beetje eerste klasse onwaardig? Ja, zonder meer. Het was zo belangrijk voor ons omdat we in een slagse reek gaan. We moeten alleen winnen. Normaal gesproken wil je iedereen moet winnen met mooie voetbal. Het staat niet in, de veld is niet best. Het ging alleen om die drie punten vandaag en dat heb ik gehouden. Dan gaan we goed verder kijken in januari. Dus al met al staat je toch een tevreden trainer vandaag? Ja, de laatste drie weken helemaal niet. Het was heel moeilijk. Ik ben niet zo gewend met dat soort gedoe, maar gelukkig. Ik haal die mouwen omhoog vandaag en nogmaals, het was niet onze beste voetbal, zeg maar ik denk dat we het verdiend hebben.